Oké, dit wordt nieuwsuitzending nummer 127. En ben ik het nieuws aan het doen. Ik heb dus niet een volledige screencast, maar ik heb nou een selectie. Kijken of dat beter werkt. Deze screencast is gewijd aan deze meneer. En die heet David Icke. Of wat is dit nu weer? Dat doet het niet. Oh, fokker die fok. Rob, blijf maar gewoon hangen. Oh nee, hij doet het wel. Kom op. Oké. Full screen. Ja, ik hoop dat hij nou goed in beeld is. Dit is David Icke. En hij gaat het hier hebben over de Flat Earth. En ik ga het hebben over hoe David Icke over de Flat Earth praat. Daar heb ik wel wat over te zeggen. Maar voordat ik daarover begin, even in het algemeen. Dus ik ga hem nu even terugpakken. Ik hoop dat het allemaal goed werkt. Wat ingewikkeld, man. Dat is echt helemaal nieuw voor mij. DavidIcke.com. Ja, daar is hij. Kijk eens. Dit is de website. Het is mooi zonder sound. Dus als je erop klikt, zitten heel veel filmpjes op. En van David Icke wordt gezegd dat hij heel veel dingen correct benoemt. Maar op het moment suprem, als dus het belangrijke begint of zo, dan houdt hij erover op. Dus hij ontwijkt bepaalde dingen. En ik vind dat ook. Ik heb David Icke heb ik een reportage van gezien, dat hij naar het Vaticaan ging. En dan gaat hij dan wel naar het Vaticaan toe. Dat is wel mooi. En dan vraag ik me gelijk af, wie heeft dat betaald? Want ik zou ook wel een rapportage willen maken, of een reportage, van ergens op de Seychelles. Hè? En hoe is het met mooie vrouwen op Seychelles? Zien die er nog steeds wel mooi uit? Ja, doe mij €10.000 en ik regel het voor je. Maar hij gaat dus naar Vaticaanstad. En daar lopen vertellen aan ons van, kijk eens, dit is zonnecultus. Jo, dit is zonnecultus. Ja. Wat maakt mij het uit dat het zonnecultus is? Behalve dat je het niet moet doen. Maar het probleem begint met de overtredingen. David Icke die staat dan heel goed stil bij Jimmy Savile, die toch al dood is. Dus die kan je niet meer vervolgen. En dan een beetje tegen Tony Blair lopen brullen. Wat me nu te binnen schiet, misschien is David Icke wel de Wim Dankbaar van Engeland. Om smoke in the mirrors. En dan begrijpt niemand er iets meer van. Een goede vriendin van mij die getrouwd is met een bandlid. De leadgitarist. Gert van Santen. Die heeft ook een website, gertvansanten.nl. Daar staat al zijn werk op, is een kunstenaar. En zijn vrouw, ze zijn getrouwd. Maar ze zijn ook echt vrienden. Door de jaren heen. En die had ook naar David Icke geluisterd. En die zei, we waren op een feestje met een glaasje op en een beetje te roken. En toen zei ze, ik had altijd al het idee dat dat het moeilijk was. Maar nu ik naar David Icke heb geluisterd, zijn we dus hopeloos verloren. Is er niks meer aan te doen. En toen zei ze van, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want wat David Icke zegt met zijn reptilians, dat is angstaanjagend. Dat is het, meer niet. Want waar zijn die reptilians dan geboren? Alpha Centauri? Dat kan allemaal helemaal niet. Je kan hooguit zeggen dat er mensen zijn, en die zijn er, die zijn ongelooflijk evil, zoals de moeder van mijn kind af en toe, als ze de uur niet heeft.
dat kan dan heel goed overkomen als een reptilian. Zo kan je dat ervaren. En dat is in die zin heeft David Icke gelijk. Er zijn mensen onder ons. En die overtreden de wet van Confucius. Die later dichter en beter, of dichterlijker en ja, dichter en beter en zorgvuldiger, nauwkeuriger, gedetailleerder. Dat is het woord wat ik zocht. Is ingevuld door Christus Jezus. Christus Jezus, Jesus, zeg het maar. Maar die oude Aziatische wet die luidt, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En ik vind dat David Icke die wet erg vrij hanteert. En hij moet ook echt stilstaan bij het feit dat er een organisatie is die dat leuke Vaticaan gebeuren. Die organisatie veroorzaakt dat. En hij mag er niet zo oppervlakkig mee omgaan, want ik vind dat hij daarmee de zaak geen goed doet. En dat wil niet zeggen dat ik een hekel aan hem heb, want dat heb ik helemaal niet. Hij mag me morgen komen knuffelen. Ik woon op de Rodeburgstraat 3-3 in Arnhem. Je weet me zo te vinden. Maar of dit nou het antwoord is, ik vraag het me af. Dus ik ben een beetje bedachtzaam naar mensen zoals David Icke en ook naar Alex Jones. Ik denk dat zij voor 90% de waarheid vertellen. En daar heb je het mee gehad. En die laatste 10%, ja, dat is wel een beetje vervelend als je die goed verstopt hebt van tevoren. Ja, dan word je een goochelaar. Ja. Ik laat van alles zien, kijk eens naar mijn handen. Ja, ja. Maar die laatste 10%, die laat je niet zien. En dan is het plotseling, hop, een troefkaart, een Trumpkaart. David Icke heeft het er bijvoorbeeld helemaal niet over dat het helemaal niks te maken had of we Hillary Clinton hadden gekozen of Donald Trump. Het was een setup game van tevoren al. David Icke heeft het niet over geschiedenis. Dus hij is dan een Engelsman, zegt hij, dat zal er wel zo zijn. Ja, heb het dan eens over de Gunpowder plot en het Babington plot, dat ging eraan vooraf. Dat waren het Babington-plot, er waren 5 moordaanslagen. Tenminste, geplande, hè? 5 samensweringen. Ja, dan heb je de Gunpowder-plot, dan heb je dat verhaal met die armada. Waarvan de christenen zeggen van ja, dat was de hand van God. Dat die vloot, hoe dat afgelopen is. Maar ik zal het even heel in het kort vertellen, en dan gaan we weer terug met David Icke. Maar Engeland had zich dus het juk van deze fijne pauselijke toestanden, die wereldorde, zullen we zeggen, het heet monarchie. Dus Engeland wilde niet langer onder een monarchie staan. Geen gezeik, ja, dat wilden ze gewoon niet. En dan hebben die monarchisten, die dachten, poep, 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 dat kan niet hoor. En die hebben toen 200 boten laten bouwen. Maar dat heeft de partij geld gekost. Zijn er gewoon gouden munten gerold. Al die bomen die gehakt moesten worden. Allemaal zagen. En in die tijd hadden ze geen cirkelzagen op elektriciteit. Hè? Want we hebben het wel over, wanneer was dat precies, de armada. Zoek het maar even op het internet. Maar het was 17e eeuw. En daar heeft David Icke het allemaal niet over. Maar goed, die vloot is dus uiteindelijk vertrokken richting Engeland om de boel over te nemen. Maar die Engelsen, die waren beter bestand tegen het weer of tegen de weersomstandigheden. Ze hadden beter controle over hun boten daar, want wat gebeurde er namelijk? Het werd slecht weer. En die Spanjolen,
die allemaal heel jolig, zoals Spanjolen altijd zijn, die waren op die boten gestapt. En die kwamen toch in de partij onweer terecht, jongen. Oh, 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 oh. En toen hebben ze dus ook nog schepen verloren. En toen zijn ze weggevlucht naar de Noordzee. En toen durfden ze niet meer terug door het kanaal. Want ze dachten, ja, dan krijgen we weer de gezeik. Dus dan dachten ze, nou, we zijn heel slim. Dan gaan we naar het noorden toe en dan gaan we gewoon over Schotland heen. Nou, daar zijn ze volgens mij de meeste boten verloren. Maar heb het daarover. Vertel gewoon van de grappige geschiedenis. Wat een ongelofelijke eikel de paus is. Laten we het daarover hebben. Dat er dus 1,2 miljard mensen zijn officieel geregistreerd als overtuigd van het feit dat de paus onfeilbaar is. 1,2 miljard mensen denkt dat de paus onfeilbaar is. Althans, formeel gesproken. En we hebben hier 7 miljard mensen. Ja, dat gaat dus richting de 14%. En dan moet je nog die Mohammedanen bij je optellen. Niet dat allemaal. Ik heb niks tegen katholieken of zo. Ook niet tegen Mohammedanen. Maar de Koran, dat is ook een product van deze jokers. Die hebben dat ook in elkaar gefabriekt. Ik heb dat gecontroleerd. En als je me niet wil geloven, dan ga je maar gewoon op internet kijken. Dan ga je maar een keer op mijn nieuwspagina kijken. Dat is gewoon echt waar. Dus er zijn allemaal mensen die denken dat de paus dus, dat er dus een soort van proces is waarbij je een onfeilbaar mens kan aanwijzen. En dan gaan we allemaal amon zeggen. En zijn tenen kussen. Nou, bah, lijkt me dat. Ik wil er wel een teencondoom of zo. Oh, het woord was beflapje. Nou, met een beflapje wil ik het wel doen. Ik wil ook wel voor 3 wodka doe ik het ook. Maar ik doe voor 3 wodka alles, dus dat zegt niks. Ik hoop dat het groepen grappig genoeg was. Maar dat is David Icke, die vermijdt het onderwerp van de onfeilbare mens. En ik kan je echt vertellen, die bestaat niet. Dat is geht hem niet. Je kan er wel in geloven. Je kan wel afspreken van dat is de moordenaar van Marianne Vaatstra. Dat hebben we ook afgesproken. We hebben met z'n allen afgesproken dat Jasper Steringa, ja, die heeft het gedaan hoor. Nou, zo hebben we ook afgesproken dat Jorge Mario Bergoglio, die is onfeilbaar. Ja, nou, dat is best. Wat denk je dat ik daarmee akkoord ga? Ben jij gek? En mensen als David Icke, die dus om de hete brei heen draaien, om het maar op zijn Engels te zeggen, in het kader dat David Icke een Engelsman is, beating around the bush. Allemaal angst aanjagen. En, oh, reptilians. Maar ja, dus moet je vertellen gewoon dat de paus verantwoordelijk is voor het feit dat Adolf Hitler tot stand kon komen. Of zijn de paus zijn organisatie, laat ik het zo maar zeggen. De monarchisten. Dat heet in de Bijbel heet dat Babylon. En heel toevallig heeft Bob Marley daar een hele hoop mooie liedjes over gemaakt, waar jullie nog niet genoeg naar geluisterd hebben en zeker niet naar de tekst. Want jullie denken nog steeds dat No Woman No Cry, dat betekent geen wijven, geen gezeik. Ja, sorry hoor, het moest er even uit. Maar er zijn er een hele hoop onder jullie die gewoon het niet weten wat dat betekent. No woman, no cry. Geen vrouw, geen cry. En wij maar een beetje lekker lopen dansen, naar die mooie meisjes lopen kijken. Dan gaan we nu even kijken naar het gezeik van David Icke. En dan moet ik hem hebben op het goede moment. En ik heb nu niet zijn audio goed binnen. Oké, maar ik vul het wel in. See,
research to understand the human situation. Kijk, dit, okay, dit is dus, dit noem ik, want hij zegt hier letterlijk, dit is een era, een tijdperk, waarin wij moeten begrijpen in welke positie wij zitten. Ja, dat valt bij mij in het bakje BC. Before Christ. Oftewel bullcrap. Dat was altijd al zo. Denk je dat er een tijd was waarin de mensen waren die dachten... Wow, ik ben gewoon een korrel in een havermoutpap hoor. Ik vind alles leuk. Dit is gewoon vulling. Ja, het is ontkend door zoveel als iedereen. Of nee, bijna iedereen. Ja, wat, nou en? Wat gaan we dan om? Wat zei hij nou? Ja goed, dat is allemaal gezeur, dat weten we allemaal al lang. Wanneer gaan we nou hebben over de flat earth, de platte aarde? Volgens mij komt hij nou. Zo'n beetje foolish genie doen? Bah. En die, was de audio slecht, hè? De valse stem valt helemaal weg. En wanneer gaan we het nou hebben over de platte aarde? Oké. En dit is echt... Dit vind ik dus niet acceptabel. Precies, het leven is een simulatie. Ja, kijk, het punt bij mij is, ik ben computerprogrammeur, ik ben hobbyist. Ook, hè? Ik ben niet per se, ik hou er heel erg veel van en ik heb er ook heel erg veel door geleerd en ik weet precies hoe die dingen in elkaar zitten. Ik heb hexcodes, ik heb een microkernel geschreven. En, ja, dat was gewoon een geweldig project, daar heb ik een heel hoog cijfer, vroeg ik aan 8 of zo. Een microkernel gewoon in hexcodes. Dus niet in assembly, ben jij gek. Nee, machinecode. Heb ik ook nog meegemaakt. Ik was samen met mijn vriend waren aan het project bezig. En toen waren we onze RAM waren we kwijt. Maar we hadden nog een heel lullig printje. Kwaliteit kassabon. Echt niet meer hoor. Dat is een heel stom printertje. En een rolletje papier. Kregen we die hexcodes eruit en toen hebben we dus, hij las die hexcodes op en ik heb al die hexcodes weer ingeklapt. Kijk, computers is helemaal niks. Het is een soort Lego. Je kan er wel, Lego is niet zo, je kan er niet echt een 3D-film mee maken of zo. Om nog wat te zwijgen over die andere films die je ermee kan maken. Het beeld wat Lego biedt, dat is niet zo gedetailleerd. En een computer die kan dat veel... En het gaat hartstikke snel met gigahertz. 1 miljard switches per seconde. Maar dan moet je niet over gaan lopen zeuren. Dat heeft niks te maken met onze aanwezigheid. En meneer David Icke die loopt hier een beetje... Dan gaat hij daar weer naar terug. Wat een virtual reality. Waar heb je wel eens gekeken naar mensen die een computerspelletje spelen? Ja, nou en... Heb je wel eens gekeken naar mensen die naar een, hoe heet ze, mevrouw ook alweer, een sociaal medewerker, heb je daar wel eens naar gekeken?
Of mensen die in de kroeg zitten. Of mensen die aan het roeien zijn. Of mensen die aan het... wat doen sommige mensen? Die gaan zo van... Die gaan skyboarden of zo. Heb je daar wel eens naar gekeken? Of mensen die gaan vissen. Of mensen die gaan schaken. Dat is ook zoiets. Heb je daar wel eens naar gekeken, David Icke? Did you... Please, Mr. David Icke, a personal message to you. Did you ever watch people playing chess? Yeah? Wat wil je ervan leren, man? Maar wat zit hij nou met dat hij het bekomt over die platte aarde? Want dat zegt iets heel lelijks. Wacht even. Nog even terug. Oh ja, hier zit hij. Ja, hier zit hij. Hij is heel in het begin dus. Oké. Okay. Kijk, dus hij gaat hier antwoord geven op een vraag die hem gesteld is, of de aarde plat is. Nou, en zijn antwoord is absoluut merkwaardig. Vind ik. Luister maar even, ik hoop dat het goed, die audio goed door. Ik ga het zo dadelijk op het Nederlands vertalen. Oké, okay, zijn het eerste stukje. My reply is, how would we know? Dat is het eerste. Weten we eigenlijk wel of er een aarde is? Oh. Dit gaat toch echt te ver? En dan kijkt hij er ook zo vrolijk bij, hè? Weten we eigenlijk wel of er een aarde is? Ik was er echt stom verbaasd. Well, we live on the earth, don't we? It's all around us, we see it from space. Yeah. But what are we seeing? Dus hier gaat David Icke stilstaan bij het feit dat je kan wel iets zien, maar wat zie je dan? De vraag was van die meneer, is de aarde plat? En het antwoord van David Icke had moeten zijn, van nou, ga met een boot rondom Antarctica varen, met een GPS-installatie en meet hoe... Wat is de omtrek van Antarctica? Laat ik het zo maar zeggen. Dan maak je er een ellips van. Of een cirkel. Joh. Een paar sailors erin. En denk een paar kratten whisky. Want het is fucking koud daar in Antarctica. Dat moet je gewoon doen. Vaar om Antarctica heen. Ja. En hoe lang is dat? Dan kan je het er gewoon meten. Je kan wat je ook kan doen, dat heb ik in mijn vorige uitzending heb ik het over gehad. Als je dus met een lange afstandswapen gaat schieten, dat geldt dus niet voor een pistool, maar wel voor een lange afstandswapen, moet je er rekening mee houden dat op het moment dat jij dat projectiel, zo'n kogel, maar dat geldt ook voor een bal. Want die oefeningen heb ik ook gedaan bij wiskunde. Ja, dat was bij wiskunde voor mij. Nee, dat was bij meteorologie. Ja, dat was bij meteorologie. Van een voetballer die schopt een bal richting het doel. Hoe ver moet hij naar links mikken? Opdat die bal precies goed terecht komt. Ervan uitgaande dat de lijn gewoon recht is. Hè? Dus zonder effect. Maar wat is de afwijking van het Coriolis-effect? Nou, dat heb ik gewoon uitgerekend. Dat was op de Jesuiten-universiteit. En deze lul... Die staat er helemaal niet bij stil. Die loopt te eikelen over... de wereld is zoals je hem ervaart. Hij is plat of hij is hobbelig. Nee, dat is helemaal niet waar. De aarde... als je een idee wil hebben van de aarde... moet je kijken naar een biljartbol. Bal, sorry hè. Biljartbol. Maar een biljartbal.
en dan iets gladder. Dat is het namelijk. Onze dieptepunt is bij de Marianentrog, bij de Filipijnen. En ons hoogtepunt is bij de Himalaya. Maar als je dat uitsmeert over de diameter van de aarde, is dat een hobbeltje van niks. De eerste beste biljartballeverancier kan daar niet aan tippen. En wij kunnen ons dat niet voorstellen, omdat wij zo oneindig klein zijn. Maar de aarde is gewoon een bol. Punt. En dat verklaart het beste waarom, waarom Venus, de planeet Venus, we zijn namelijk de derde planeet van ons zonnestelsel. Hij loopt nog met de lullen van, zijn we wel een planeet? Zijn we niet overal? Want we multidimensioneel en Hij moet, David Icke moet de dingen gewoon bij zijn naam noemen. En wij zijn de derde planeet die om de zon heen draait. En wij noemen onze planeet Aarde. En vroeger heette dat Terra. En de tweede planeet die dus voor ons zit, die is iets heter. En die zit dichter bij het braadvuurtje. Als je wil snappen hoe het werkt, dan moet je maar een keer een broodje kebab. Ja? En dan zal je ook zien, dat het maakt gewoon uit hoe dicht je bij het vuur zit, hè, des te warmer het wordt. Dan kan je het heel makkelijk. Oh, je gaat gewoon met je reet op de kachel zitten. Dan weet je het ook. Hè. Maar Venus is dus een stuk heter. Warmer dan onze. De gemiddelde temperatuur daar, dat kunnen wij geen global warming noemen. Het gaat richting de 200 graden of zo. Als je thee wil zetten, dan gewoon een pannetje thee naar Venus. En moet je gewoon, dat laat je 10 minuten staan of zo. En dan gelijk terugvliegen, heb je kokend water. Maar Venus die draait dus om ons heen. En die, omdat die dichter bij de zon staat, heeft hij een andere frequentie. Dus wij draaien dus met 365 dagen, zo noemen we dat. Dat zijn zoveel seconden. Dat draaien wij. En mijn Venus draait sneller. En dan af en toe dan komen we elkaar tegen. Het is eigenlijk een soort, dat noemen ze een pedestrian dance. We dansen een beetje tegen elkaar in. Die ene gaat wat sneller en dan komen wij er achteraan. En als je dat gewoon een beetje uitmeet, dan hoef je alleen maar een kijkertje voor te nemen. En een nauwkeurige, hoe moet je zo'n dingen noemen? Een graden driehoek of zo. Een geodriehoek heet dat. Dan zie je het wel. En dan weet je gewoon waarom Venus soms in de ochtend juist te zien is. En soms helemaal nooit te zien is. Ja, omdat er wolken zijn, maar dat kan ook. Maar soms is hij gewoon niet te zien. En dan weer is hij in de avond. Ja, met Venus. Vroeger in Babylonië, zo'n Babylon. Daar spraken ze ook over twee sterren, zo noemden ze dat. Misschien wisten die mensen in die tijd al dat het helemaal geen sterren waren. Daar moet je ook nog even rekening mee houden, dat het verhaal alleen maar naar buiten gebracht is. Maar toen spraken ze over twee sterren. Phosphorus, dat was de morgenster. En Hesperus, dat was de avondster. Nou, dat kan je prima verklaren, dat kan je zo uitrekenen. En als je uitgaat van het platte aardemodel, of zoals David Icke zegt, ja, we zitten in één grote oersoep. We ervaren gewoon wat er gebeurt en we zien wel wat er van komt. En dan gaat hij lopen zeuren, maar dat gaat over de platte aarde. En dan gaat hij hier dan zeggen over. Het is echt niet te herhalen. Het is voor ons om te doen om de werkelijkheid te ervaren. Daar gaat de vraag toch helemaal niet over. David Icke had gewoon ook mogen zeggen, maar weet je wat jongen, ik gebruik jouw vraag om lekker te gaan lopen zeuren over een multidimensionele wereld waarin je alles bent, wie je maar wil zijn. Maar dat is helemaal fucking niet waar.
Ik kan nog even als laatste, dat pak ik toch even bij voor de gezelligheid. Ik zal even gelijk de audio uit doen, want dat doet verder niet toe. Maar ik heb het maar, ik noem hem maar weer even. Deze. Dit is een playlist. Die kan je heel makkelijk vinden. Ik heb het al in een vorige uitzending ook over gehad. Dit is waar het om gaat. En daar had meneer David eigenlijk het over mogen hebben. En over het feit dat deze man die hier rechts in beeld zit, ziet. Die was hoofd van de orde der Jezuïeten ten tijde van de vuile oorlog in Argentinië. En als je wil weten wanneer dat was, dan kan je maar lekker kijken. Als je precies wil weten, moet je op internet gaan kijken. Vuile oorlog in Argentinië. En dan vind je het wel. Er zijn er 30.000, 35.000 mensen verdwenen. Waaronder 105 mensen van zijn eigen organisatie. Kijk, het schiet me nu een anekdote te binnen. Dat het bekend is geweest, bekend was dat Saddam Hussein, die toen de heerser was van Irak, die onder controle stond van de paus, die dikke vriendjes was met die hele organisatie, die liet ook gewoon 10% van zijn staf afvoeren en door de kop met de kogel, hè? Paf. Dat heeft Gorga mij. Die hier ziet, Gorka en Mario Bergoglio, met 105 van zijn eigen mensen laten doen. En toen heeft hij ook nog een heldenverhaal over zichzelf laten schrijven, dat hij er 2 gered had. Door ze een advies te geven. Namelijk, ga niet met de trap aan de voorkant omlaag, maar gebruik altijd de trap aan de achterkant. En dat soort dingen. En daardoor zijn er 2 priesters niet gechopt. En die 105 anderen, waaronder een aantal vrouwen, nou, die zijn wel gechopt. Nou, en dit is onze nieuwe paus, dit is onze nieuwe onfeilbare mensen. We zijn er allemaal hartstikke blij mee. Toch? Geen probleem. En David Icke, die een beetje zo, lolo de paus, oh de paus. En dan gaat hij weer zeuren over dingen die je denkt van, wat? Ja. Gaat hij hebben over Donald Trump en dan ISIS. Wat moet ik nou met ISIS, man? Not even in office yet and it is already kicked. Oh, dat kon ik niet lezen. Even kijken, man, wat is echt een... Ik kijk hier elke dag naar deze site, dus ik weet precies wat het is. En ik vind ook echt dat je hier gewoon naar mag kijken, hoor. Dan kan je gewoon weten wat het is. Zoals Boeddha zei, van leer het kwade kennen. En niet alles wat deze mensen doen is kwaad. Ik geloof dat David Icke ook... die probeert het ook maar goed te doen. Het wordt misschien wel onze nieuwe Maarten Luther. Je weet het niet. Maar Maarten Luther was ook een insider. Dus dat loopt misschien allemaal wel hartstikke goed af. Dan zit ik alleen maar een beetje te zeuren om niks. Dat zou het mooiste zijn. Nou, wat leuk dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En het is nou 8:10. En ik moet naar de supermarkt. En dan ga ik daar vitamintjes kopen. Hey, op zijn hamburgers, hè? Dat is afduizen. En dan zag ik tjus. Dag lieverds.